Hallo kijkers van DRG, we gaan vandaag beginnen met een nieuwe serie. Het heet Survival. We gaan gewoon singleplayer standaard survival wereld. En daar ga ik mee beginnen. En later gaan we hem in de Adventure Minecraft server zetten. En dan gaan we er met z'n allen beginnen. Nou, we gaan vandaag eens gewoon klein beginnen. En we zien wat er van te pas komt. Oké. Nou, dit is al beter dan onze vorige spanplek. Sorry als ik laag heb voor de lag. Ik heb mijn FPS niet helemaal klaar vandaag. Ik zit op een oude laptop. Een andere computer kon ik niet gebruiken. Nou, ik heb net ook al gewoon een wereld gespant om te kijken wat een mooie biome was om in te beginnen. En net spannen we gewoon midden in de oceaan. Daar hebben we ook heel erg veel aan. Kijk, we gaan een mooie plek vinden. Ik zeg daarachter. Dat is wel een mooie plek om ons eerste huisje neer te zetten. Dan gaan we even kijken of we er kunnen komen. Ik zie varkens. Als ze niet wegrennen. Sorry, ik ben niet al te goed in survival. Ik val er eigenlijk best wel zwaar in. Dit is maar survival. Ik eigenlijk ben er nooit. Alles als ik het doe is met vrienden. Die zijn er altijd wel beter in. Dus we gaan het gewoon proberen. Als die varkens dood willen. Varkens geven zich niet controle vandaag. 3 eten, denk ik. Varkens niet meer. Nou, even kijken. We hebben een survival. We hebben een checklist. Wat is eigenlijk wat je allemaal moet bereiken voordat je niet echt verder kan survivalen. We gaan gewoon beginnen met een simpel huisje. We gaan beginnen met een mijn. En dan natuurlijk de hoofdprijs diamanten. Dat gaan we doen. Ik denk in episodes van een aflevering van 10 minuten als je mee zit. En wie weet, ik zet het online in de server en kunnen we gaan survive met meerdere mensen. Maar ja, dat tot zover. We gaan dus even zoeken naar een mooi plekje om ons huis te bouwen, toch? Kijk, als hier boven op de berg. Ja, hier boven op de berg. Hier vind ik wel een mooi plekje. Als we hier ons huis gaan bouwen, gaan we even wat hout zoeken. Even een boompje omhakken. Voor wat hout. Altijd wel mee. Nou ja, dit is dus onze eerste serie op Best Adventure Games. Er komt nu nog een nieuwe serie aan uit The Kingdom. We hebben een soort parodie gemaakt. Ik mag er nog niet al te veel over vertellen. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het best wel een leuke serie. Vandaag gaan we beginnen met heel makkelijk. We gaan een huisje bouwen. Gewoon een huisje bouwen en een nacht overleven. Ik hoop niet dat we al te veel last hebben van monsters. Maar ja, het wordt een heel amateuristisch huisje. Het wordt niet echt het prachtigste huisje. Maar ja, je moet klein beginnen en gewoon denken. Dan kom je er vanzelf. Zet de boom de weg hier. Boom. Nou ja, hout is altijd mee. Ik moet mee. Later hoort. Ja, mijn computer. Ik kan er niks aan doen. Spijt me zeer. Volgende keer zal ik een betere computer regelen. Ja. Ik had even niks beter te doen. Dat moet toch een keer gebeuren. Ik moet even een deur maken. Oh, en dat bedoel ik dus met mijn vage lek. Er zijn blokjes, die zet je neer en dan verdwijnen ze het totaal. Ja, wat moet ik ermee doen?
als je weer een boom hebt, af en toe ook een boom. Dus ik heb ook al een keer. Er was een varken en die was in een boom gespant voor de helft. Dat was makkelijk, dat was de makkelijkste keer om een varken te slachten ooit. Beweeg deed ik toch nou. Dan moet ik even gek hout hakken. Meer hout voor een tak. Een tak. Even kijken. Dat is een tak voor een keer een ander hout. Mooie afwisseling. En dan hebben we ons huisje al. En dan hebben we bijna al ons hout als de computer opgiet. Ja, we hebben het hout. We moeten even kijken hoe we op het huisje gaan komen. Het is alleen een mankje op het huisje. Ik denk dat ik hier even een kopje neer ga zetten. En dan even een dakje opbouwen en weer afval. Zo, hier, oh, even een beetje overslaan. Maar ja, nog een keer. Hout. Dus niet. Een rare nispan van hout. Eerlijk gezegd niet echt vaker gezien. Maar ja. Hier, kijk, hebben we het weer, hè? Kijk, hout is er, maar als je eruit wil pakken, verdwijnt het. Minecraft je gewoon probeert te trollen, weet je. En dan denk je van, hé, kijk, er ligt fout meenemen, spullen, gewoon. En dan heb je het, dan denk je dat je het hebt. En dan is het verdwenen. Op werk. Even een crafting box maken, dan een deur in elkaar kunnen zetten. Of in dit geval dus twee deuren. En een furnace. Steen kan hakken of dat ik dan eerst een pickaxe moet aanmaken. Laten we gewoon proberen om ze verdwijnt. Nee, dat dacht ik dus niet. Ik ga weer helemaal teruglopen naar mijn werkplaatsje. Waar ik dus nog hout heb. Dan moeten we maar even een pickaxe maken. Voor een steen voor een oven zodat ik mijn eten kan pakken. Nou, kijk weer naar achievement. Kom mee. Ik weet dus al waar ik mijn nieuwe mijn ga beginnen. Niet hier, want hier zitten we onder een gravel. Wat iedereen altijd nog zo weer kan doen. Oh. En we kunnen gelijk een torch in elkaar zetten. Spulletjes om de nacht erop kunnen we in de OV. Voor het eten hebben we best echt best hard nodig. Dus als ik eten ga pakken, moet ik met al mijn hout die ik heb, en dat is niet veel. Ik moet mijn deuren hebben. En dit gaat dus al gelijk een stuk sneller dan met de hand. Ik denk dat mijn eten al bijna klaar is. Mijn eerste eten. Ik hoef nog niet al mijn eten, maar een beetje eten zo vind ik.
gewoon even een deur in elkaar zetten. Even een mooie deur. Kijk eens aan. Hoeveel kool zat hierin? Het was niet erg, ik had kool mee. Even een torch bouwen. Dan hebben we ook wat licht. Als het zaak donker wordt. Oh, kijk, ons eten is al klaar. Ga even eten. En dan, terwijl ik aan het eten ben met een mooie zonsondergang, sluit ik hierbij deze video af. Nou, als je meer wil zien van deze video, of je vond het een leuke video, like, abonneer en wie weet. Zie je me de volgende keer weer in deze video. Bedankt voor het kijken.